Bij het Juridisch Weekjournaal van 5 oktober 2021. Uh, ik ben hier weer met uh, Jeroen Pools aan tafel. En zoals jullie weten hebben wij de afgelopen weken de dagvaarding tegen de Gezondheidsraad doorgenomen, waarbij we de zeven criteria uit het Rijksvaccinatieprogramma hebben ja, onderzocht. Um, waaronder uh, de ernst en de omvang van de ziektelast... de effectiviteit en de veiligheid van de vaccinaties... de aanvaardbaarheidstoets, de doelmatigheid en de prioritering. En uh, die hebben we inmiddels allemaal besproken. Dus we gaan vandaag naar het laatste deel uh, van de dagvaarding toe. Althans, he, Wat we voor conclusies hieruit kunnen trekken. En dat zijn de gevolgen uh, die voortkomen uit het niet voldoen aan deze zeven criteria. Dat maakt het handelen van de gezondheidsraad en ook van de individuele leden uh, onrechtmatig. En we gaan... Tot slot nog even hebben over misdaden tegen de menselijkheid en de reactie die wij al hebben ontvangen van Pels Rijken. Welkom Jeroen. Dankjewel Maria-Louise. Ja, we zijn, de, zoals je net al zei, we hebben alle, alle criteria inmiddels besproken. Dus we gaan vandaag kijken van wat, wat voor conclusies trekken we daaruit en wat zijn al de gevolgen. Um, we gaan eerst nog even kijken naar de tijdelijke commissie die we dagvaarden persoonlijk. En dat zijn Bart-Jan Kulberg, inmiddels allemaal bekend natuurlijk, Jan-Rinus Prins van de Amsterdam eh, UMC, eh, meneer Van Beek. Ik begreep trouwens dat het wel vaker voorkomt hoor, dat artsen niet promoveren, dat het eigenlijk vrij gebruikelijk is. is. Nou, waarom ik dat zei, was vooral omdat zij hier als deskundige opgevoerd worden. En dan zou je denken dat je daar. Uh, ik snap je. Punt. Uh, hey, mensen die toch uh, nog wat verder gestudeerd hebben, daarvoor inzet. Maar goed, dat is maar een. Uh, Soms kan het ook goed zijn om juist mensen uit de praktijk te uh, In dit te geval zetten. twijfel ik <laughs> daar aan of dat, uh, of dat zo is. Ja. Koopmans, ja. die zien hem ook iedere week, dus die hoeft geen, uh, verder geen. Christian Hoebe van de Universiteit uh, Maastricht, uh, Roland Pierik. Die schijnt weer online te zijn, hè? want hij was even ja, van. Uh, we hadden het even uh, opgezocht. Ja, dus zijn account doet het wel weer, maar hij heeft het afgeschermd. Ja. Dat dus is denk ik alleen. Ik, ik ben niet zo'n Twitteraar, dus ik heb uh, geen idee. Maar volgens mij kan dan nu alleen nog uh, de mensen met wie hij bevriend is of hè, die elkaar volgen of zo, die kunnen het denk ik nog zien. Ja, maar jammer, want volgens mij was het wel een hobby van hem, dus ik weet nu niet wat hij met z'n tijd doet. Ja. Zonde. Ja. Ja. Nou, Maartje Schermer, die hebben we ook wel eens besproken. En uh, Constans Schultz. Uh, Maria van den Muizenberg. Van de Radboud Universiteit. En dit, die heb je net allemaal al genoemd. Deze ja. criteria hebben we de afgelopen afleveringen allemaal besproken. En de eerste, ernstige omvang van de ziektelast. Die is niet aangetoond. En dat we, kwamen tot de conclusie. Er mag namelijk geen twijfel over bestaan: of uh, het bestaan van een aanmerkelijke ziektelast voor het individu en voor de samenleving als geheel. Er is Precies. geen sprake van effectiviteit. Ook niet aangetoond. Ook niet aangetoond. Het, moeten, de, het idee erachter die prikken was, als we dat goed herinneren, om de druk op de zorg te verminderen. Nou, we hebben besproken: die klinische onderzoeken die, uh, zijn niet gericht op het verminderen van uh, overlijdens- of ziekenhuisopnames. Dus dat is ook niet een, een, een uh, stelling die, uh, die gedaan kan worden: dat dat, uh, dat dat het gevolg zou zijn van die prikken. Daarnaast lopen al die onderzoeken nog tot 2023, 2024. Ja, maar dit maakt sowieso geen, geen onderdeel uit van het onderzoek. Hè? De nee. uh, enige relevante werkzaamheid is niet aangetoond. Want de daadwerkelijk wat onderzocht wordt aan werking. is alleen maar het verminderen van uh, verkoudheidsklachten. En zelfs die werking is minder dan 1 Dat hebben we allemaal laten zien in de vorige afleveringen. Volgens de gegevens van Pfizer zelf moet je 217 mensen injecteren. Om één geval van met uh, verkoudheidsklachten te voorkomen. Dus ja, je kan je afvragen. Uh, waar zijn we mee bezig? Hoe, hoe effectief dat is. Ja. En, en waarom breiden we niet de IC-capaciteit uit? Dat blijft een vraag waar heel veel mensen Ja, maar dat zijn praktische oplossingen. Daar doen, doen, doen we niet aan. Hè? Dat uh, niet zo praktisch denken. Nee. Uh, therapeutische indicatie, heel belangrijk, want dat is uh, de, de, het gebruik waarvoor de vergunning verleend wordt, is alleen maar actieve immunisatie. Dat betekent, je mag het alleen maar nemen om jezelf te beschermen. Als je dat dan denkt dat je daar goed aan doet. Mm -hmm. En de overdracht van het virus wordt niet beperkt, hè, terwijl dat toch. Eh, dat horen we iedere dag. Dat dat, dat, dat de doelstelling dat is? Dat dat de reden is. Nou, dat doen die spuiten niet en daar zijn ze ook niet eh, op getest. En dat mag ook niet om die reden gegeven worden. Het voorkomt geen infecties, ook iets wat steeds eh, gezegd wordt. En groepsimmuniteit kan niet bereikt worden. En. Het laatste punt wat we nu ook weten, er is kennelijk geen werkzaamheid tegen mutanten. Want we moeten nu aan de booster 3 en de booster 4. En ongetwijfeld komen er nog 5. meer boosters. <laughs> dus ja, het is. <laughs> je vraagt je eigenlijk af waarom moeten we dit überhaupt nog bespreken? Maar kennelijk moet het, want men gaat gewoon door. lekker door. Hè? Nou, veiligheid hebben we ook besproken. Is niet aangetoond. Er is sprake van een noodtoelating op basis van een minimaal dossier. Daar wil ik nog wel een leuk iets details over vertel, een detail over vertellen. Wat ik van de week tegenkwam. Ik was op de website van het college beoordeling geneesmiddelen. Mm -hmm. En wat zag ik tot mijn verbazing? Ineens stond er op de voorpagina, stond er... Uh, toegelaten, voorwaardelijk toegelaten vaccins. Terwijl uh, tot augustus stond er in uh, goedgekeurde ja. vaccins. Dat is ineens veranderd. Ik, dus daar beginnen ze misschien ook een beetje wakker te worden. Ik weet niet uh, wat het idee erachter is. Ik zou, het viel me in ieder geval op dat het uh, veranderd was. Ja. Uh, maar dat hoort natuurlijk uh, uh, altijd voor, uh, voorwaardelijk toegelaten. Het is... Uh, ja, we hebben ook gezien dat bij het doorlopen van een normale procedure dat pas over 16 jaar op de markt zou komen. Dat is verkort naar 9 maanden eh, of 10 maanden. En het middel is experimenteel, hebben we ook aangetoond. We dat hebben is... ook laten zien, dat zeggen ze zelf, eh, ook de gezondheidsraad zegt dat de bijwerkingen op de lange termijn zijn niet onderzocht. De producentenaanvaardiging, enkele aansprakelijkheid en. Ja, dan is er maar één conclusie ook daar. De gezondheidsraad kon en mocht deze middelen gewoon niet, niet. als voldoende veilig beoordelen. Ja, helemaal eens. Ja, het, is ook, het volgende criterium is ook niet aan voldaan. Het is eenvoudigweg niet aanvaardbaar. Want waar gaat het daarbij om? Is of de last uh, die een individu ondervindt door de afzonderlijke vaccinatie in een redelijke verhouding staat? tot de gezondheidswinst eh, voor de persoon zelf of en de bevolking als geheel. Nou, daar is er natuurlijk geen enkele sprake van mm -hmm. um, de gezondheidswinst. Daar is namelijk geen sprake van effectieve gezondheidswinst voor zover überhaupt er een voordeel aangetoond is. Dat, ja. dat uh, we hebben laten zien dat onderzoek dat de waarde van de 10.000 mensen, ik meen 162, hebben verkoudheidsklachten gekregen. Uh, en in, in de ene groep, in de andere groep wat meer, Maar het, het ging helemaal nergens over nee. in ieder geval. De, dan kom je op een uh, effectiviteit van, of een werkzaamheid van minder dan 1%. Ja. Uh, voor de bevolking als geheel is er geen gezondheidswinst. En er uh, 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 ontstaat geen groepsimmuniteit, zodat het aantal in, uh, infecties en de verspreiding van het virus niet verminderen. En de vooraf bekende en onbekende bijwerkingen. Maar van deze experimentele middelen. Je maakt ook dat bij een af, Als je een afweging maakt van de aanvaardbaarheid. Hoef je, dat hoef je niet eens. Die kan je nee. gewoon overslaan eigenlijk. Hè? Nou, en dat. Ik moet nu opeens weer denken aan iets wat ik afgelopen week zag. Um, dat Agnes Kant van het Larep gezegd zou hebben. We hebben al meer dan 10.000 meldingen van menstruatiestoornissen. Dus hou uh, maar op met melden. Ja, maar nou, wat, ik... uh, wat een absurditeit. Ja. totaal absurd. En als je inderdaad, dat is het volgende punt, de, de, als we inmiddels kijken wat er aan bijwerking is geregistreerd ja. en overlijdens. Ja, dat, die, die, ik bedoel, die afweging is volkomen overbodig. iedereen kan, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben, iedereen kan vooraf zeggen, dit is niet uh, mm -hmm. aanvaardbaar. Nog nooit eerder in de geschiedenis hebben zoveel mensen schade geleden van een preventief geneesmiddel. Want ja. daar valt het uiteindelijk uh, onder. onder. Er is ook niet voldaan aan de doelmatigheidseis, dat hebben we vorige keer laten zien. Uh, want er is eenvoudigweg geen uh, kosten uh, om te kijken wat is nou de opbrengst van de vaccinatiecampagne. Nou, dat is er natuurlijk helemaal niet. Nee. Er is niet voldaan aan de eis van prioritering. Hadden deze miljarden die we hierin stoppen niet beter ergens anders uh, geïnvesteerd kunnen worden? kunnen worden? Nou, die vraag kunnen we kort zijn. Ja, alles was beter geweest <laughs> dan, dan dit. <laughs> ja. En ik zag nu toch ook weer, wat was het, eergisteren of zo, een bericht over Van Rans. Dat is dan weliswaar uh, België, maar ja, hij is uh, gek op Nederland. Hè. Uh, die, wat was het nou? Die heeft uh, 720.000 euro per maand, hebben ze gewoon geclaimd. Uh, hè, voor gelden van testen die niet eens zijn uitgevoerd. Ja, het en het is, in totaal gaat het al om 20 miljoen euro. Het is een, uh, een graaifestival op dit moment. Ja. Iedereen zit te graaien uh, die, die graaien kan. En... Het lijkt niet op. Te... Het is een uh, groot verdienfestival. Het is ja. onvoorstelbaar wat hier gebeurt. En ook Kluidman, daar was wat hele goede artikel over in uh, Follow the Money een tijdje terug. Dat is ook zo'n uh, iemand uit het OMT die heel veel geld heeft verdiend aan de testen. En die ging ook over het testbeleid. En die het, heeft nu een uh, Riante villa gekocht van 1,4 miljoen euro. De corruptie is Onvoorstelbaar. En dat maakt het ook zo gevaarlijk voor de volksgezondheid, want ja. door, die, uh, door, door die, de, dat winstbejag uh, ja. staan wij op de laatste plaats. Ja. We durf niet eens te zeggen de tweede of de derde, nee, de maar allerlaatste. echt de allerlaatste plaats. Ja, het geld uh, klotst tegen de plinten, maar niet tegen uh, de ja. burger. Maar we hebben dus vastgesteld dat ze niet geadviseerd hebben overeenkomstig hun wettelijke opdracht, want zij horen namelijk onbevooroordeelde weging te doen op basis van de wetenschappelijke gegevens en opvattingen, op basis van de stand van de wetenschappen, de laatste stand, mm -hmm. zij horen de, de ontwikkeling van de wetenschap uh, te volgen en op basis daarvan te oordelen. Nou, daar is geen sprake van. Ze hebben hun eigen richtlijnen niet gevolgd en hiermee staat in beginsel alle onrechtmatigheid vast. Yeah. Maar, kijk, je mag best een keer een foutje maken in je werk. He, daar, nou, dat kijk, mag kijk best, het punt door, is. Als je aan geen één criterium voldoet. Je kan hier niet eens over discussiëren. Nee. Je hebt niet eens je taak. Je bent niet eens begonnen met je taak. Je hebt iets heel anders gedaan. Ja. Het is, je brengt je auto naar de garage. En in plaats dat die probeert te repareren. En dan kan iets van alles misgaan. Maar je hebt wel geprobeerd je taak te doen. Maar als jij terugkomt en die auto is gewoon tot een pakketje <laughs> geperst. En dan zegt, nou, mag ik even. Hier is de rekening. Ja, wat, wat zeg je dan? En van nou, dat dat valt nog wel binnen je taakomschrijving om te ja. zeggen dan je hebt hier een strafbaar feit gepleegd want je hebt gewoon de boel vernield. Mm -hmm. um, als je dan kijkt wat betekent dit nou eigenlijk? Kijk, ze hebben gewoon geadviseerd tot het behandelen van de hele bevolking met een experimentele gentherapie, waarvan ja. de veiligheid en effectiviteit niet bewezen is en waarvoor, waarvan ze wisten dat die producenten geen enkele aansprakelijkheid durven te nemen, omdat het zo even haastig in elkaar gezet is, zullen we de gevolgen op de lange termijn niet kunnen overzien. Noem maar op. Zij zeggen: joh, je mag spuiten ermee wat je wilt, maar kom niet bij ons als yeah. mislopen. want we hebben geen idee wat er gaat gebeuren. Als je dit weet als lid van deze commissie, yeah. hoor je gelijk bij voorbaat te zeggen: waarom? Wordt dit überhaupt aan mij voorgelegd? Hè? Eh, weg te mij. Maar ook andersom, hè? want ik vind het heel makkelijk dat die farmaceuten nu zeggen: van ja, wij zijn niet aansprakelijk, we hebben een vrijwaring, maar het feit dat je dit afdwingt, nou, is eigenlijk ook al zeer verwerpelijk. Kijk, dat is natuurlijk een andere discussie, maar. Als je daarna gaat kijken, ik denk dat die vrijwaring Geen die is nietig, want dat is zo in strijd. Eh, hoe Met de hoe staat het zeden? in de wet, goede zeden en de wet? Eh, ja, de eh, je, kan, je kan uh, aan uh, opzet grenzende roekeloosheid, is dit eigenlijk, denk ik, ja. kan jij je niet voor, voor exonereren? Gaat niet, nee. Um, nou, de adviezen die dienen niet het belang van de volksgezondheid en dat moet hun eerste taak zijn. Ons belang, het belang mm -hmm. van onze gezondheid. Dat doen ze niet. Ze hebben kennelijk andere belangen hier vertegenwoordigd. En op basis van onjuiste aannames en veronderstellingen. namen zij een roekeloze gok. met de gezondheid van miljoenen mensen en kinderen. voor wie COVID-19 geen enkele bedreiging vormt. Dat ja. moeten we er even aan toevoegen. Ze hebben geen. bij voorbaat konden nee. ze al geen voordeel daarvan hebben. want ze zijn eenvoudigweg niet gevoelig voor. Precies. En. Um, het laatste punt is dat zij hebben hun hoedanigheid als commissie misbruikt. Hè, als onafhankelijke adviescommissie, want ja. zo staat het in de wet, wij zijn onafhankelijk, die hebben ze gebruikt ter legitimatie van onrechtmatig advies. Dus ja. Het is een autoriteitsargument, maar wat eigenlijk hier niet opgaat, maar veel mensen die trappen hierin. Nou, je ziet de, de regering. Die beroepen zich altijd op. Wij mogen vertrouwen op deze adviescommissies. Ja. Dus daarom richten wij ons nu op de adviescommissie. Ja. Want als wij ons bij de staat aankloppen, zeggen die: ja, bij ons moet die zijn, want wij hebben gewoon vertrouwd erop en wij mochten erop vertrouwen. Ja. Dus daarom zijn nu de adviescommissies uh, aan de beurt. <laughs> Daar komt nog iets anders bij. Kijk, die criteria die zij moeten hanteren, dat zijn niet zomaar criteria. Die zijn ergens op gebaseerd. Want dat is gebaseerd op internationale ethische en gezondheidsrechtelijke normen. Mm -hmm. en dan kijk ik even naar de richtlijnen van de WHO uit 2013. Die hebben destijds een aantal criteria opgesteld. ...voor vaccinatiecampagnes in noodsituaties. En dat is eigenlijk wat dit is. En dat zeggen ze tenminste. Die nood ontbreekt, ja. maar zij zeggen er is in ieder geval een noodsituatie. En daarom moest dat allemaal even snel goedgekeurd worden. Ja. Het eerste eh, beginsel wat je altijd in acht moet nemen is... ...do no harm. Ja. Er eh? um, moet een juiste balans zijn tussen het beginsel van do no harm en doing good... Dat betekent dat alleen vaccins die bewezen veilig en effectief zijn, die kunnen in aanmerking komen voor, een, uh, voor de inzet uh, tijdens een uh, voor massavaccinatie ja. tijdens een acute fase van een humanitaire crisis. En daarbij moeten ze in staat zijn om groepsimmuniteit te creëren uh, als je een bepaalde vaccinatiegraad bereikt, ja. waardoor de virusoverdracht vermindert. Nou, daar is ook geen sprake nee. van. Terwijl He, dit die... heel logisch is. Ja, maar... natuurlijk. Ja. Waarom zou je het anders überhaupt Precies. gaan doen? En uh, heel terecht zeggen ze ook: van ja, als je onnodig vaccinaties gaat toedienen, dan doet dat een aanslag op de publieke middelen. Die kan je maar één keer uitgeven. Of je, of je geeft ze aan school uit, of je geeft ze aan waardeloze vaccins uit. Um, en het is een gevaar voor de volksgezondheid als je ja. op deze manier uh, te werk gaat. En daarbij het laatste, wat heel voor de hand ligt, is het risico moet de vaccinatie rechtvaardigen. En dit zijn dan door de WHO, de, maar nogmaals, dat zijn beginselen, ethische beginselen, die zijn ergens op gebaseerd. Die, die zijn namelijk die komen nou, die namelijk, zijn gewoon gebaseerd op gezond verstand. Nou, meer dan dat. Uh, dat, dat is gebaseerd op <laughs> de Nuremberg-code. Ja. He, die hebben he, ze ook pas na gezond verstand. Bedacht. Precies, ja, dat, we hebben daar die ja. ervaring moeten maken van nou, dat is gewoon geen goed idee. Dat moesten we maar niet meer doen nee. uh, om zo met mensen om te gaan. Um, medische behandeling behandel, dient altijd in de eerste plaats de patiënten dienen en niet anderen. Precies. En bij elke Behandeling moet een afweging tussen de kosten en de baat? Wat levert het op voor de patiënt en wat zijn de risico's uh, voor hem? En dat moet een duidelijke gezondheidswinst resulteren. Nou, dat is eenvoudigweg niet uh, gemaakt. Kijk, mm -hmm. Dan zeggen ze: Oh, je komt weer aan met de Nuremberg-code. Maar dit is een situatie die eh, daar juist onder valt. We hebben destijds die regels gemaakt om in de toekomst toe te passen. Kijk, we hebben die Nuremberg code niet nodig om uh, voor de Tweede Wereldoorlog, Precies. want die was al voorbij. Hè, dat betekent, we willen voorkomen dat het weer gebeurt. En als wij dan als jurist zien, nou, dit past precies onder die Nuremberg-code, dan horen wij dat ook naar voren te brengen. Ja. En dan eh, die reacties van, ja, nee, nee, dan ga je het vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. Nee, deze regels zijn precies voor deze situatie gemaakt. En het is onze taak ook om te voorkomen dat dit soort misdrijven weer gebeuren. En ja. ze gebeuren op dit moment op grote Misschien schaal. Misschien is het wel een goed idee om daar nog even een linkje of zo naar te plaatsen. Uh, hè, naar wat er nou precies in staat. Want heel veel mensen hebben inderdaad die associatie met het tribunaal. Terwijl het veel belangrijker is om te kijken naar wat er nou exact in die code is opgeschreven. Nou, kijk, als je kijkt naar de, naar de, het, het, de uitspraak, de vonnissen van, de, van het Nuremberg-tribunaal. dat is iets van 700 pagina's. Dat, gaat, dat is eigenlijk heel simpel. Dat gaat over informed consent. Ja. Heeft. De proefpersoon, want het ging vaak over personen die medische experimenten ondergingen, heeft hij toestemming gegeven? Ja. En is dat vrijwillig gebeurd? Het moet in volledige vrijwilligheid. En is het gebeurd op basis van volledige informatie? Ja. Dat is waar Nuremberg over gaat. Niets meer en, en niets minder. minder. En dat zijn regels die vandaag net zo hard gelden ja. als. Nou, nou ja, en ook gewoon feitelijk weer in onze nationale wetgeving terecht zijn gekomen. Want uh, eigenlijk is 448 en 450 van boek 7 van het bw uh, ook een gevolg van de code van Nuremberg. Uh, het is absoluut, dat zie je overal in terug. Maar de gezondheidsraad is natuurlijk de eerste stap. Want ja. wat de gezondheidsraad zegt, ja, dat is iets tussen de arts en de patiënt. Nee, dat is niet waar, want indirect... Uh, vertrouwt die arts op het advies Gefixed. van de gezondheidsraad? Dus op het moment dat die gezondheidsraad uh, onjuiste informatie geeft, dan gaat, daar in, uh, gaat het al mis met de ja. uh, voorwaarden van informed consent. Nou, we hebben net gezien bij deze immunotherapieën, zoals we die noemen, en die fabrikanten ze zelf ook noemen, uh, want het zijn geen vaccins. Mm -hmm. maar... Het zijn immunotherapieën. Ja. ja. Uh, daar, daar tegenover staat nauwelijks of geen gezondheidswinst tegen potentieel zeer ernstige uh, gezondheidsrisico's, waarvan we een deel helemaal nog niet kennen. Ja. En daarop ziet dus ook het tweede criterium van de WHO, namelijk dat een massavaccinatie alleen toegelaten is bij vaccins die bewezen veilig en effectief zijn. En experimentele middelen zijn dat per definitie nee. niet. En dan zeggen veel mensen: ja, maar wij hebben toch die speciale toelating, die noodtoelating. Uh, dat klopt, maar die is eigenlijk bedoeld, dat noem je dan mock-up uh, vaccins. Dat mm -hmm. zijn in principe goed geteste vaccins die alleen maar een klein beetje gewijzigd worden. Bijvoorbeeld als er een nieuwe virus-strain uh, virus ja. uh, strain is, of hoe noem je dat. Dan worden, passen ze dat aan, maar de rest is getest. We zitten nu met middelen. Met ingrediënten die we nog nooit gebruikt hebben, nog nooit de mensen ingespoten hebben. Met uh, een, 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 uh, zeg dat, een techniek die nog nooit Concreet gebruikt nieuw. is. Noem maar op. Alles is nieuw hieraan. En dat ga je dan doen in, uh, met een noodtoelating. Het is misdadig, maar daar komen ze meteen op, want ja. dit is letterlijk misdadig. En daarbij komt een ander punt. De risicogroep was heel duidelijk afgebakend, want we weten precies uh, wie er er uh, gevoelig is voor, COVID, of voor wie ja. COVID-19 is, uh, bedreiging is. En omdat de therapeutische indicatie alleen maar actieve immunisatie is... hoef je alleen maar voor de groep die, voor wie dat een bedreiging vormt... hoef je een afweging te maken. Daarmee wil ik niet zeggen dat dat een goed idee is om hun wel te geven. Nee, maar als gezondheidsraad had je je kunnen beperken tot die groep. Ja. De rest niet, bij voorbaat niet. Want voor de rest staat bij voorbaat vast... Er zijn geen gezondheidsvoordelen voor het individu. Precies. Want ze kunnen het niet of nauwelijks krijgen. Je gaat niet zo'n risico nemen om verkoudheidsklachten te verminderen. Nee. Tenminste, het lijkt mij geen goed idee. Misschien, nee. Maar dat moet iedereen natuurlijk zelf weten. Maar eh, als je op basis van volledige informatie toch denkt: Nou, dat lijkt me een goed plan. Nou, dan ga je gang, zou ik zeggen. Maar, um, dus er is gewoon geen winst te behalen. En daardoor raken hmm. mensen buiten de risicogroepen beschadigd beschadig. en sommigen uh, overlijden ook en dit is een essentieel punt want uh, je hoort je mag het is onethisch om gezonde mensen op te gaan offeren voor anderen ja yeah. Dat mag. Je moet er altijd zelf naar nou, vorige hebben. week zagen we dat er al 39 uh, kinderen in Europa... Inmiddels uh, schijnt dat weer een flink stuk in een week opgevoerd. Uh, ja, ik dacht al, uh, 56 dacht het ik inmiddels. Het is enorm opgelopen in één week tijd. De, en we gaan ja. daar nog een hele hoop meer van zien. Het is echt, en nogmaals, ik herhaal het, ieder kind is, is een drama. Het is een drama. Hè. Het, is een, het persoonlijk leed van die ouders, ja. noem maar op, die vertrouwd hebben op de overheid en ja. hun kind kwijt zijn, dat kan je niet eens voorstellen. Dus mm -hmm. uh, vooral omdat kinderen geen nul risico hebben om te overlijden, is het onvoorstelbaar wat hier gebeurt. Ja. Um, en Je hoort ook dat veel kinderen hem alleen maar halen omdat ze er anders niet meer bij horen. Dat vind ik ook hartverschillend. Dit, dit is, maar goed, dit, ja. ik herhaal het: het is misdadig. En daar komen ze zo aan: dat is niet zomaar iets wat ik roep. Uh, ik ben ervan overtuigd dat dit uh, vervolgbaar is uh, door het ja. in, internationale strafhof. Ik heb vorig jaar ook gewezen op die studie van Porsnan samen met de Witten Universiteit in Duitsland. Dat zij hebben berekend dat je hebt zelfs 200 tot 700 injecties nodig om een geval van verkoudheid te voorkomen. En om een sterfgeval te voorkomen, gaat het zelfs over tussen de 9000 en 50.000. En let op, hebben we het over een sterfgeval van mensen die al een beperkte Levensverwachting hadden. Ja. Hè? En mensen die nu overlijden aan die prikken, zoals kinderen. ligt kinderen, vele malen hoger. Die hadden een heel leven voor zich. Ja. En dat is opgeofferd voor niets. Helemaal niets. En er zijn 700 bijwerkingen per 100.000 eh, injecties, ja. waarvan 16 ernstig. Ik bedoel, dit is onvoorstelbaar. Op basis van officiële cijfers offeren twee mensen op om het leven van drie. Te verlengen. Hè? Mensen met een beperkte. Dit is werkelijk knettergek. Ja. Anders kan je het niet zeggen. En in werkelijkheid hebben we vorige keer ook besproken: is het dus waarschijnlijk, het, waarschijnlijk nog veel verbergen. hoger, want we weten uit uh, onderzoeken dat uh, maar 6% oh, uh, van de bijwerkingen uh, gemeld worden. Mm -hmm. um, en dus die leden, die acht ik persoonlijk verantwoordelijk, want. Zij lieten hè, miljoenen Nederlanders zonder enig reëel uh, risico op een ernstig verloop behandelen met een niet bewezen, uh, niet bewezen veilige en ineffectieve experimentele gentherapie. En ze dragen daarmee de verantwoordelijkheid voor het leed en overlijden van duizenden, duizenden Nederlanders. Nederlanders. Dat, uh, dat, dit, dat kan ik hier gewoon hard op zeggen, want zo is het. Je ja. kunt het niet mooier maken dan het is. Maar ze gaan nog verder. En dan moet ik even uh, zeggen, de, in, de, in deze commissie, uh, het, dit advies waar we het nu over gaan hebben: het ethische en juridische afwegingen, uh, daar is maar één iemand die uit die, uh, deze commissie ook in de ethische commissie zit. Dat is een vaste commissie. Mm -hmm. Dus dit is niet van die tijdelijke commissie, dit advies. Maar het is wel van de gezondheidsraad. Daarom ja. dagvaren we ook de gezondheidsraad mee. Ja. Want dit moet ook zo snel mogelijk van, van tafel. tafel. Want zij hebben namelijk een, blauw, een blauwdruk en een goedkeuring geschreven... voor de apartheidssamenleving ja. waar we nu terechtkomen. Ik, dit is die van 23 december, denk ik, hè? Uh, ik weet niet of van drie, Ik weet niet van welke datum deze was. Of, uh, dat, dat weet ik niet meer precies uit mijn hoofd. Maar ik zal het wel even opzoeken. In ieder geval. Uh, zij, uh, zij, zij, geven een, zij vinden het een goed idee om mensen die niet die weigeren, zich te laten injecteren. om die uit te sluiten, niemand toe te laten ja. tot niet essentiële gelegenheden of ja. uh, inrichtingen. Ja, maar straks ook tot uh, wel essentiële maar, gelegenheden. Maar, maar wat is essentieel? Maak zij dat uit? Is cultuur en muziek, is dat niet essentieel? Dat maakt ons tot mensen, volgens ja. mij. En als jij, alleen, als jij gedegradeerd wordt tot een wezen die alleen nog maar zijn eten kan halen en thuis kan zitten, um, dan is dat misdadig. Ja, dan wordt je dus zwaar aangetast dat. in je menselijke ja. waardigheid. Maar ze stellen hiermee ook het collectieve belang boven het recht van de individu. Mm -hmm. hè, om te bepalen of zij al dan niet gevaccineerd worden. En um, wat ze ook doen is, zij maken onderscheid tussen drang en dwang. Zij zeggen eigenlijk: Dwang is alleen maar de laatste fase. Dat is namelijk het moment dat je iemand met geweld vastpakt en die spuit in zijn arm zet. Maar dat is niet zo. Want informed consent gaat uit van geen enkele drang yeah. of dwang. Dat is ervoor. En dat horen zij te weten. Dus het ja. is echt heel kwalijk dat zij zich lenen voor dit soort adviezen ja. om misdadig beleid vorm te geven. Want zij leveren de legitimatie en zij faciliteren misdadig beleid. Ja. En um, ja, dit is, zowel ik zeg, een onjuiste opvatting. En wat ik net al zei, bij medische behandelingen is drang net zo min toelaatbaar als dwang. Volledige keuzevrijheid op basis van volledige informatie. En bij experimentele middelen hmm. is dat nog een stapje hoog, want dan is er al helemaal geen ruimte voor wat voor dwang, of drang, of druk dan ook. Hmm. En hierdoor, door hun toedoen, stellen zij dus gezonde mensen tegen hun wil ja. bloot aan een. Uh, aan een, een hele, hele grote, grote gezondheidsschade uh, en zelfs overlijden. Precies, en het is zelfs nog, hè, als je kijkt naar de, de wet op de medisch uh, of wet, medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen. Uh, dat in dat geval, als die geactiveerd wordt, dat er ook allerlei bedragen worden betaald om mee te doen aan onderzoeken. Natuurlijk. Waarvan ik zelf altijd al zeg, nee, nou, ik, ik ja. zou dat liever niet doen. Maar ik vind het moet... dapper dat er mensen zijn die dat doen. Ja, maar je moet van tevoren ook een formulier invullen, dat je instemt daarmee, ja. dat je weet op de hoogte bent van de risico's, dat je weet dat het een experiment is, ja. noem maar op. Maar hier is het, je gaat naar een naar, naar, naar de, naar de club en, uh, en met muziek. En dan kun je tussen je, je, je vodka, uh, cola, of uh, wat, 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 wat zo'n mensen ook drinken. Uh, kan je even een prikje gaan halen in het donker en uh, weer ja. verder dan. Het is knettergek wat hier allemaal gebeurt. Ja. Um, en um, het volgende is dus dat er een massa vaccinatie. Vaccinatie want iedere keer werd tussen aanhalingstekens... met geneesmiddelen die zich in de onderzoeksfase bevinden... is per definitie een ongecontroleerd medisch experiment op de bevolking. Mm -hmm. En dan kunnen ze honderd keer roepen dat het niet zo is. Dit is wat het is. Mm -hmm. um, en wat hier ook gebeurt uh, met, die, uh, met dat ethisch-juridische advies... zoals ze dat noemen. Het is nog ethisch, nog juridisch. Dus die titel is een beetje verkeerd gekozen... Misleidend. <laughs> Desinformatie. Om vaccinatiebewijs te <laughs> ja. gaan gebruiken als uitruil hè, voor fundamentele uh, vrijheden en uh, rechten. Ja, dan zit je dus niet meer in een democratische rechtsstaat. Nee. Want uh, de grondwet die, uh, die geeft geen voorwaardes om je rechten te mogen uitoefenen. Die rechten zijn van ons. Daar hebben ze met hun vingers vanaf te blijven. Mm -hmm. En dat kunnen ze al helemaal niet als een rouwmiddel gaan gebruiken. Ja. En, um, en op basis van deze adviezen wordt op dit moment een beleid uitgerold. Wat een, uh, een, een, uh, de, de, de samenleving verdeelt op een manier ja. die we sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gekend hebben. Dan heb je weer de Tweede Wereldoorlog. Maar, maar het is wel waar. Andere analogieën komen. Uiteindelijk kom ja. je altijd weer daar terecht. Uh, je, je moet dus een toegangsbewijs hebben om deel te gaan nemen aan de samenleving. Want let op, hè, we hebben het laatste nog niet gezien. Nee. We gaan binnenkort eh, ongetwijfeld dat we niet meer naar de supermarkt mogen. Ja, naar eh, scholen. Naar nou, scholen, dat, dat is al aangekondigd. Nee, deze mensen stomen gewoon door. En de gezondheidsraad, die draagt nou eenmaal een essentieel onderdeel, een essentiële rol, vervullen zij in ja. deze misdaden. Ik ben in elk geval wel blij dat um, uh, Martin Armstrong hè, van Armstrong Economics in elk geval een beetje een positief uh, bericht de eter in heeft geslingerd. Ja, ja die, die, hij schat dat we nog een jaar bezig zijn en dat die regimes uh, ja. dan vallen. Laten we hopen dat hij gelijk dat het, heeft. In het verleden uh, heeft hij vaak gelijk gehad. Dus uh, ik kan het alleen maar hopen, want ja. uh, je zou wanhopig worden van wat hier over ons uh, uitgestort wordt. Ja, maar goed, weet je, er gebeuren mooie dingen. Tim Gielen had weer, uh, een, een, althans niet een nieuwe docu, maar die hele goede documentaire van hem, Monopoly, The Great Reset, in het Nederlands, die is nu naar het uh, Engels omgezet. Dus die ja. heb ik al naar het team van Reiner, uh, veel, Reimer Vilmich uh, doorgestuurd. Oh, ik, ik, ja, ik ben en, ervan uh, overtuigd dat uh, iedere dag meer mensen toch gaan inzien en, en wakker worden. En, maar het kan niet snel genoeg gaan. Nee. Want het is maar het begint te, te Maar het is ronden, toch heel hoor. treurig. En vooral voor die mensen die die spuiten al genomen hebben. Ja. En ze komen erachter dat ze echt in de maling genomen zijn door deze mensen. Ik bedoel, zij zijn slachtoffer. Ja. He, is, ik vind het ook heel belangrijk dat we... Daar eh, begrip voor dat hebben. Dat we niet, ons niet uit elkaar laten drijven. En dat wij proberen ook die mensen eh, dicht bij ons te krijgen. Ja. Omdat zij hebben ons hard nodig. Ja, want, en wij uh, hun ook hè. Het gaat beide kanten op. Nou en ze zijn... Slachtoffer. Ja. En net zoals wij dat zijn, maar zij misschien. Nog een stukje erger. Ja. ja. Um, nou, dan komen we bij het volgende: dat is namelijk wat de gezondheidsraad doet, uh, het uitoefenen. Zij zijn medeverantwoordelijk voor het uitoefenen van dwang. Dat vinden ze een heel goed idee. En dat is een schending uh, van artikel 11 Grondwet en uh, artikel 3 uh, van het EU-handvest, Handvest, de Europese grondwet. Uh, en als je kijkt naar de Kamerstukken, wat is nou het achterliggende gedachte van dit grondrecht? Nou, dat strekt er juist toe om met name het opzettelijk doden van staatswegen en gedwongen medische experimenten uit te sluiten. Dat is destijds in de Tweede Kamer als toelichting mm -hmm. gegeven bij dit recht. En moet je je voorstellen wat dit kabinet aanricht. Ik bedoel, niets maakt meer uit. Ik zeg wel vaker, dit is eigenlijk geen werk meer voor juristen. Want nee, je, weet niet eens, je, je weet niet eens meer waar je moet beginnen om de onrechtmatigheid. Je kan alleen nog maar geschokt zijn van de omvang van de onrechtmatigheden. En, volgende punt, de Nederlandse wet biedt ook helemaal geen rechtsgrond voor vaccinatiedruk. Deze uh, destijds um, is er een wijziging geweest. Dat is na uh, 9-11 was dat. Toen was er de dreiging van ze zouden weer pokken... als, uh, als uh, uh, biologische oorlogsvoering kunnen gaan uh, gebruiken. En toen zijn er ook debatten geweest. hebben ze de wet gewijzigd om eventueel een uh, pokkenvaccin... Uh, te, uh, op te gaan nemen in het vaccinatieprogramma voor iedereen. Mm -hmm. En wat zei minister Hogevorst destijds... Hij zei heel simpel: het huidige ontwerp biedt geen basis voor massale vaccinatie. In geval van noodzaak eh, zal het aanbieden van ringvaccinatie echter uiteraard kunnen overgaan in aanbieden van vaccinatie op grote schaal. En dat zou dan met behulp van uh, regelingen uh, bij uh, algemene maatregelen van bestuur in goede banen kunnen worden geleid. Maar dan komt het: voor alle duidelijkheid, mm -hmm. zij hier nogmaals benadrukt dat de wet geen basis zal bieden voor gedwongen vaccinatie. Nog rechtstreeks op grond van de wet, nog hmm. via uitvoeringsregelingen. Ja. En wat we nu zien, dat is vaccinatiedwang. Ja. En dat is indirecte vaccinatiedwang. En daar is ook een motie in de Kamer over aangenomen. Maar het maakt allemaal niks meer uit. Men doet gewoon, uh, en we zitten in een rechtsvrije uh, ruimte op dit moment. Dus zelfs bij de ernstigste infectieziektes is er geen ruimte voor dwang of drang. Uh, dat staat hier ook nog een keer. Deze, dat gaat over de nota van wijziging bij die, uh, mm. waar, waar ik het net over had, over die pokkenvaccinaties. Daar staat: um, vaccinatie zal worden aangeboden zonder drang uit te oefenen. Ja. Maar met afdoende voorlichting over nut en risico van dit aanbod. Nou, zo hoort dat te gaan. Precies. En wat, wat men nu doet, men schuift alles gewoon opzij alsof het recht helemaal niet bestaat. Er bestaat niets meer. Um, ja, we hadden het er net al kort over. De achtergrond hiervan, uh, dat zijn de medische experimenten tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die hebben geleid dus tot uh, universele ethische codes. Uh, informed consent hebben we het net al over gehad. Ja. Dat betekent, medische handeling mag uitsluitend plaatsvinden op basis van volledige informatie en vrije keuze zonder enig element. Van dwang, misleiding, bedrog of elke andere vorm van druk. Ja. Nou, we zien al deze vormen op dit terug moment terug. Komen. Maar werkelijk alle. Ja. En dat is keihard in strijd met de Nuremberg-code. Dus als deze mensen roepen van we willen niet dat je het vergelijkt, dan zou ik zeggen: doe dan niet hetzelfde. Precies. Dan kunnen we het ook niet gaan vergelijken. Ja. En dit zijn dus universele beginselen en Uiteindelijk moeten die de menselijke waardigheid beschermen. Want daar gaat het uiteindelijk om. En dat is de basis überhaupt van alle grondrechten en mensenrechten. Daarom, ik, ik heb dat vaker genoemd. In artikel 1 van de Duitse grondwet. Ja. Daar staat hè, de menselijke waardigheid. Eh, die is onaantastbaar. En dat is, en is niet voor niks in artikel dat 1. Dat is eigenlijk de paraplu-bepaling... aan de hand waarvan je alle grondwetten en vrijheden moet toetsen. Ja. Menselijke waardigheid. Zodat dat in het geding komt, zit je fout. Dan ja. is het niet toegelaten. Want, en de mensheid betaalde een enorm hoge prijs voor deze les. Ja. En ik ben bang dat we nu nog een hoge prijs gaan betalen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we uiteindelijk altijd weer hier terugkomen, want dit gaat over normen en regels. Uh -huh. uh, waar we mee geboren worden. Hè? Ja. Uh, dit, zijn, uh, dit noem je natuurrecht. Uh, uh, dit zijn onvervreembare mensenrechten. Ja. Uh, waar je hier... En ik denk ook, hè, als je uh, nu kijkt naar de mensen die de, die de prik nog niet hebben gehaald, die zetten alleen maar meer de hakken in het zand op dit moment. Om meer ze ja. gaan pushen. Ja. Uh, en ik zie ook zelfs mensen die al wel geprikt zijn, uh, die ook nu zeggen: ja, wacht eens even, nu wordt het me echt te gortig. Ja. Waar je het hier eigenlijk over hebt, is de utilitaristische opvatting. Ja. Dat is waar alle problemen met die medische experimenten in de Tweede Wereldoorlog eigenlijk uit voortgekomen zijn. Dat zijn artsen en wetenschappers eh, die op vrij onvrijwillige proefpersonen. die vonden dat een goed idee en dat zeiden ze ook bij het tribunaal. Ze zeggen: ja, het is een prijs, die, die, een kleine prijs om te betalen. voor de vooruitgang van het geluk en welzijn van de groep. Daarmee, hè? Dus je, je offert gewoon ja. een deel van de gemeenschap op voor het grotere geheel. We eh, hebben hier een keer eerder iets over ja, opgenomen. Ja, klopt. Ik heb daar een keer een, 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 ook een, 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 een presentatie over gehad. Ja, dat was ergens in mei, denk ik. Ik ga dat nog eens even opzoeken. Ja. En dus dat uitgangspunt, eh, dat hebben we na de Tweede Wereldoorlog gezegd, dat doen we niet meer. Eh, elk mens is van waarde. En we gaan niemand opofferen voor anderen. Tenzij je daar natuurlijk zelf voor zou kiezen. Ja. Nee? Maar uh, dat uitgangspunt is al fout. En een gezondheidsraad, die deskundigen die daarin zitten, die moeten dit weten. Ja. Dat kan niet anders. En op het moment dat je dit doet, ja, dan ben je onethisch en immoreel bezig. Want hun taak is het juist om een herhaling van dit soort dingen te voorkomen. Zij hebben als opdracht. Naast de volksgezondheid te bewaken, uh, ook om ethische beginselen te bewaken. Ja. Dat lijkt mij een eerste voorwaarde als jij adviezen geeft. Ja, dan komen we toch bij artikel 7 van het VN-verdrag voor burgerlijke en politieke uh, rechten. Um, kijk, zij dragen uh, als lid, als individueel lid, medeverantwoordelijk. Uh, voor feiten die naar mijn mening als misdaden tegen de menselijkheid yeah. te beschouwen zijn. En dan kijk ik vooral naar artikel 7. Wat staat erin? Er staat letterlijk in: no one shall be subjected to torture or to cruel inhuman or degrading treatment or punishment. En dan de laatste zin: in particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation. Precies. Let op, hè? hier staat experimentation, niet experiments. Dit nee. is breder. Het hoeft niet te gaan om wetenschappelijke onderzoeken. Nee, nee, op het moment dat jij gaat experimenteren met de bevolking, dan valt dat onder artikel 7. Ja, en dit gaat dus ook niet alleen maar over medische... Uh, experim nee. uh, ...experimenten. Maar hier zou je dus denk ik zelf ook de mondkapjes onder kunnen scharen. Ja, natuurlijk, dat is dat ook is een gedragsexperiment. Ja, maar dat valt, dat valt dat ook, onder. ook onder. Maar dat valt zelfs onder uh, de... De medisch-wetenschappelijke Ja, onderzoek. dat staat er letterlijk. Hè? Dus ja. ook gedragsbeïnvloedende ja, experimenten daar onder. valt daaronder. Het doel van deze bepaling... Uh, ...dat staat in de toelichting... ...is om de lichamelijke integriteit en de menselijke waardigheid te beschermen. En dan hebben, kijken we naar artikel 4, lid 2, bupo. Daar dat bepaalt expliciet: er zijn nooit uitzonderingen op toegelaten. Zelfs in de grootste ramp mag yes. daar geen uitzondering. Want wat we nu horen van meneer uh, uh, de Jonge en al die kletskoek die verkocht mm. wordt. Haal het maar gewoon, maakt niet uit wat erin zit. <laughs> ja. uh, het mag gewoon niet. En destijds, uh, uh, de, dat is terug te vinden in de. Uh, hoe heet het? De travaux préparatoires Dat is eigenlijk de memorie van toelichting, zou je dat kunnen noemen. Zou je noemen? het mee kunnen of vergelijken? Ja. Daar staat... Misschien moeten we dat ook even toelichten. Hè? Dat als je een wetsvoorstel in Nederland indient bij de Tweede Kamer, dan wordt dat altijd vergezeld. Van een toelichting van wat een toelichting. daarmee bedoeld wordt. En dat dat noemen uitleg. wij een memorie van toelichting. En bij Verdragen heet dat een, de, de travaux préparatoire. Ja. En wat zei toen professor René Samuel Cassin, die heeft ergens in de jaren 50... Uh, uh, ik weet in de jaren 50 een de Nobelprijs ook uh, gekregen. Hij heeft gezegd de um, uh, committee ought to be taken into consideration. He said, such questions as: Do some humans have the right to expose others to medical experiments? And do any have the right to inflict suffering upon other human beings without their consent? Even for ends that may appear good. Nou, het antwoord lijkt mij helder. Nee. nee. Mag niet. Dus <laughs> nee. niet de gezondheidsraad, niet meneer de Jonge, niet Rutte. Niemand heeft dat recht. Ja, helemaal mee eens. En daar wordt nog benadrukt: A proposal that compulsory might be taken in the interest of community health was rejected on the grounds that it might lead to abuse. Precies. Dus daar kan geen twijfel over bestaan. Nee. Nou, en ik hoorde nu toch ook weer, ik weet niet meer van wie ik dat nou hoorde, maar er was nu een man ergens al, die had al 28 spuitjes gehaald, zodat hij QR-codes kon verhandelen. Dus die heeft, <laughs> dat kan je toch niet geloven? 28 spuitjes. Die ligt ja. dus nu in het ziekenhuis. Ik ben eerlijk gezegd verbaasd dat hij uh, dat, dat zo hij het lang heeft volgehouden. Ja. Ja, ja, bizar hè? Maar dit, dit, soort, dit soort excessen krijg je dus ook. Ja, hoe bestaat het hè? Ja. Maar dan hebben we ook nog het VN-kinderrechtenverdrag. Eh, dan hebben we het over het injecteren van kinderen ter bescherming van oma. Hè? Of het eh, gewoon het, maar dat kinderen vanaf twaalf jaar zichzelf gewoon daar kunnen melden en dat ze gewoon een spuit krijgen. Mm -hmm. Wat bepaalt artikel 3, lid 1, dat bij alle maatregelen betreffende kinderen. Ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechtelijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen vormen de belangen van het kind de eerste overweging. Ja. Op het moment dat je kinderen gaat inspuiten om hen te beschermen tegen een ziekte die zij niet krijgen, mm -hmm. of hoogstens lichte verkoudheidsklachten, dan is dus het belang van het kind niet op de eerste plaats. Dus daarmee is dat een schending van het ja. VN. Wat trouwens wel interessant is: er is een jongen, ik ben zijn naam even kwijt. Ik, ik, misschien dat ik het nou verkeerd inschat hoor. Een jaar of 15, 16. Heel intelligente jongen met een grote bos zwarte krullen. En die heeft dat hele kinderrechtenverdrag is die doorgegaan. En ik geloof dat hij wel 47 van de 50 uh, artikelen zijn geloof ik geschonden. Ik zal ja. eens kijken of ik dat linkje kan vinden. Want het is ja. misschien ook leuk voor jongere kijkers. Om, ja, maar dat is uh, dus wat ik net keken. al zei, als jurist. Je weet niet meer eens waar, waar je moet beginnen met benoemen. Nee, en het deze jongen van 15 die weet al helemaal te benoemen ja. waar het allemaal aan schort. De onrechtmatigheden stapelen zich op. Je weet niet meer waar je moet beginnen om ze te benoemen. Mm -hmm. En dan komen we bij het volgende. Kinderen en jongeren mogen nooit deelnemen aan niet-therapeutische medische experimenten. Wat ja. zijn dat voor experimenten? Dat zijn experimenten waar ze zelf geen baat bij kunnen hebben. En destijds bij de behandeling van de wet Medisch wetenschappelijk onderzoek op Mensen, heeft de Raad van de State heeft toen heel nadrukkelijk geadviseerd dat um, ze wilden dus de mogelijkheid openen om handelingsonbekwamen te onderwerpen aan niet-therapeutische experimenten. Zonder dat ze daar zelf toestemming voor geven. En zij hebben toen al geoordeeld dat na hun oordeel het voorstel in strijd is met artikel 7. Tweede volzin van het internationale, van het BUPO-verdrag. Dat is het artikel wat we net besproken ja. hebben. Dat zei toen de Raad van State nog niet door en door tot op het bot corrupt was. Toen deden zij nog hun werk en gaan ja. ze onafhankelijk adviezen. Hoewel het waarschijnlijk toen ook al. Uh... Nou, het rommelen was. Maar goed, uh, toen inmiddels. Zaten er nog een paar goeie Inmiddels is de Raad van State een stempelmachine een, ja. uh, uh, die alle uh, misdrijven van het kabinet legitimeert. Ja, is ook niet zo en gek. zag ik niet ook deze week nog weer iets over verplichte anticonceptie... voor bepaalde vrouwen, dat ze dat toch weer hebben ingevoerd? Ik zag daar iets uh, voorbij komen, ja. inderdaad. Maar uh, Tom de Graaf is geloof ik de vicevoorzitter. De voorzitter is mm. Willem-Alexander. Uh, Tom de Graaf, uh, D66. Ja, uh, dan weet uh, je ja, het wel. En, uh, inmiddels uh, mag je dat een criminele club noemen, volgens ja. mij. Je... Ja, als het de motorclub was geweest, Dan waren ze al verboden geweest. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar ook artikel 24 kinderrechtenverdrag uh, wordt inderdaad geschonden. Omdat bij elke behandeling die een kind geeft, moeten dus... Alle voorwaarden individueel worden afgewezen. De voordelen en mogelijke behandelingen. En welke alternatieven zijn er? Welke risico's? Welke bijwerkingen? En zij moeten dus op zo'n manier geïnformeerd worden dat ze het ook begrijpen. Nou, denk jij dat dat gebeurt? Als je in de club eh, net je drankje. en dan ga je daar, daar bij het, uh, hmm. bij het uh, mobiele prikstation. kan je even je prikje halen en dan hoor je er ook bij. Weet ja, je of nog het... erger, je mag nu niet met je vriendjes en vriendinnetjes mee naar de bioscoop. En ja. dat is voor kinderen op die leeftijd een belangrijke Ja. En, en waarom doen ze dan? Omdat ze denken dat het voor hun voordeel heeft of ja. omdat ze naar de bioscoop willen? Nogmaals, eh, het is misdadig van voor tot achter. En daar komen we dus nu ook bij. Ja. Als je kijkt naar het feitencomplex, waarbij een hele bevolking onder voorwenselen, valse voorwenselen, en zware druk, een experimentele gentherapie, gaat toedienen, waardoor duizenden mensen overlijden en, en schade oplopen. En zowel fysieke als psychische schade, onderschat dat ook niet, nee. waarvan de gevolgen op lange termijn onbekend zijn, ja, dan ben je dus bezig. En met een uh, activiteit die valt onder de definitie van artikel 7 lid 1, sub K van het Statuut van Rome in zaken het Internationale Strafhof. Ja. Want wat is nou eigenlijk een de, wat is nou de definitie van crimes of against humanity? Want als je dat roept, dan denken mensen meteen van, ja, dat, hè, dat is toch iets voor Afrikaanse landen. En die wordt er normaal alleen maar vervolgd bij het uh, internationale strafhof. Of dan moet je naar, terug ja. naar de Tweede Wereldoorlog, maar in het Westen gebeurt dat toch niet. Ja. Nee, we zien nu dat dat wel, wel zo gebeurd. is. Kijk, ze, uh, als je kijkt naar de definitie... En dat uh, voor het doel van uh, deze uh, artikelen voor crimes against humanity betekent uh, een van de volgende handelingen, welke uh, gepleegd worden als onderdeel van een brede en systematische aanval gericht tegen een civiele populatie, en men ook kennis heeft dat het een aanval Precies. is. Ja. En dan kijken we naar punt K. Dat zijn dus uh, inhumane, onmenselijke handelingen. of uh, vergelijkbare, uh, van vergelijkbaar karakter. met het die doel. die opzettelijk heel veel leed berokkenen. Ja, barokkenen. een groot uh, leed berokkenen. En, en ernstig uh, letsel. Uh, zowel aan het lichaam. als aan, uh, uh, als aan de lichamelijke of psychische gezondheid toebrengen. Ja. Nou, ik ben, uh, ik ben van mening dat aan deze definitie voldaan is. Want als je kijkt naar samenleving op dit moment. Wat een leta plaatsvindt ja. als je kijkt naar het aantal uh, slachtoffers van die prikken, dan is dat grootschalig. Ja. En het is een systematische aanval. En dat is wat ik uh, dus zeg. Uh, en die, uh, die, dat lijden van duizenden uh, wordt gewoon bewust willens en wetens op de koop toegenomen. Mm -hmm. En dat is dan uh, verder er nog uh, toegelicht. Uh, wat betekent nou een aanval? Een systematische aanval. Uh, gericht tegen de, tegen de bevolking, tegen de burgerbevolking, dat betekent een uh, handeling uh, of een beleid uh, dat uh, verschillende, uh, even kijken, verschillende handelingen die in paragraaf 1 genoemd werden tegen de civiele populatie, uh, welke het gevolg is van een georganiseerd beleid. Van ja. een, uh, vanuit de overheid, er hoeft overigens geen overheid te zijn, nee. het kan ook bijvoorbeeld een, een rebellenorganisatie zijn. zijn of wat dan ook, dat maakt allemaal niet uit. Dat zij die aanval organiseren. Ja. Het wordt beleidsmatig gedaan. Ja. Nou, daar is je ja. hier 100% zeker Sprake van. van. Dan is er nog een, uh, uh, een toelichting daarop, die, die nog nader de delictsbestanddelen uh, bestanddelen uh, omschrijft van artikel uh, 7. He, er wordt uh, groot leed uh, toegebracht of serieus uh, uh, schade hmm. aan lichaam of uh, mentale uh, gezondheid door onmenselijke handelingen. Nou, ja. Dit zijn onmenselijke handelingen die op dit moment plaatsvinden. Um, nou, twee hebben we net gesproken, en de derde is dat ze ook bewust daarvan zijn. Hè? Dat dat uh, van het karakter ook uh, van deze handeling. Nou, als jij kijkt naar de gezondheidsraad, die leden van de gezondheidsraad, die weten waar ze mee bezig zijn. Want ze weten dat zij daar een experimentele goedje, dat zij dat proberen te legitimeren ja. in, een, in de vorm van een officieel advies. Ze weten ook dat daarmee dat, dat advies. Ja, tenzij ze zelf ook helemaal in die uh, hypnose zitten. Nou, Het uh, lijkt me sterk, ja. jij moet gewoon een taak doen. Uh, je moet je werk doen. Ja. En dat betekent dat je die criteria dan moet gaan moet toetsen. Toepassen. En als je die criteria gaat toepassen, dan, dan kom je, je bij de eerste criteria al erachter. hé, hey, wacht even, dit klopt niet. Ja. Dus ook al ben je een psychose als jij je, aan je <laughs> werk doet, dan nog uh, kom je erachter dat dat. Uh, wat, wat hier echt aan de hand is. Ja. Dus uh, ze weten dat, en ze weten ook dat het uh, uh, een opgezet is als een uh, als beleidsmatig en grote schaal. Ik wil dat kans niet ontgaan, Zij, nee. uh, ze, uh, Dat blijkt wel uit ja. het uh, getwitter en dergelijke. Nou, voor de dagvaring uh, gaat het over. Uh, de basis van de dagvaring is onrechtmatig uh, handelen. Uh, dat, we hebben net gezien dat onrechtmatig handelen bestaat dus uit twee onderdelen. Ten eerste. Hebben ze de, hun eigen criteria uh, niet gevolgd? Precies. En ook de ethische uh, internationale uh, criteria uh, hebben ze niet, niet gevolgd. gevolgd. Dat zijn twee onderdelen daarvan. En uh, zij wisten ook dat, als gevolg van die adviezen, dat daardoor miljoen, uh, miljoenen mensen uh, on, onder uh, valse voorwenselen en ontoelaatbare druk. Dus die experimentele gentherapie ook daadwerkelijk toegedenkt zouden krijgen. Dat wisten zij. Want hun, uh, hun adviezen worden bijna altijd gevolgd. Dus je weet als je een advies schrijft, ja. heeft dat directe gevolgen. Ze wisten ook dat er geen gezondheidswinst te behalen was. En um, hierdoor zijn zij medeverantwoordelijk voor het grootste ongecontroleerde. Uh, medische experiment op de Nederlandse bevolking in de geschiedenis. Mm -hmm. En ze hebben ze ook blootgesteld, willens en wetens, aan bekende en onbekende gezondheidsrisico's, risico's. Uh, gezondheidsrisico's zonder dat daar voordelen tegenover stonden. Ja. En deze risico's hebben zich ook al verwezenlijkt, want er zijn inmiddels uh, ik weet niet hoeveel doden en uh, mensen die zwaar beschadigd zijn voor de rest van hun leven. Mm -hmm. En zij vormen een onmisbare schakel uh, om deze middelen te kunnen toedienen. Want uh, de regering die heeft deze adviezen nodig om te zeggen: kijk, de deskundigen die hebben geadviseerd, dus wij doen het juiste. En deze onrechtmatige handelingen kunnen aan hun toegerekend worden. Dus volgens mij hebben we dan alle elementen die artikel uh, 662 stelt. Hè, ja, uh, want we zien natuurlijk in 162 lid 3 uh, de toerekenbaarheid. En dat kan dus op grond van schuld, wet of verkeersopvattingen. Ik vind dit al schuld. Hè, het is verwijtbaar ja. en of vermijdbaar handelen. Maar zelfs als je zou zeggen iemand verkeert in een hypnose... dan nog is het toerekenbaar. Want er staat ja. heel uitdrukkelijk in artikel 165 uh, lid 1 van het BW... dat een geestelijke of lichamelijke tekortkoming niet in de weg staat... Aan de toerekening van een onrechtmatige daad ja. uh, aan de dader. En dat is nu net de kern van het aansprakelijkheidsrecht. Hè, ten opzichte van het strafrecht, in het strafrecht moet je ook daadwerkelijk, uh, nou ja, op de een of andere manier bij zinnen zijn geweest, wil jij strafrechtelijk vervolgd kunnen worden? Maar voor civiel hoeft dat Maar voor civiel recht hoeft dat helemaal nee. niet. Nee, en dan is ook voldaan aan de conditie of sine qua non. Precies. Dat betekent, zonder hun uh, onrechtmatig handelen zouden deze misdrijven in ieder geval. Uh, niet zomaar uitgevoerd kunnen Precies, worden. Precies, en dan was de schade er helemaal niet geweest. En de relativiteitsbeginsel. Ja. Door de handelingen is die schade ontstaan. Dus ja. uh, volgens mij is, betekent dat ook. Ten eerste moeten die adviezen onmiddellijk ingetrokken ja. worden. Dat wordt in het kort geding. We hebben nog uh, geëist. We hebben daar nog geen datum voor. Uh, ten tweede, in de bodemprocedure vragen we een verklaring voor recht. Als dat toegewezen wordt, dat zou. Oh, dan, uh, als, ergens, als ergens ja. de rechtspraak <that encouraged> nog ergens, euh, ook, ook maar minimaal zou functioneren, kan er geen twijfel over bestaan dat ze veroordeeld worden. Dat zou ook betekenen dat ze aansprakelijk gesteld kunnen worden door iedereen in Nederland die schade heeft geleden door die spaten. Ja. Voor alle schade. En maar dan... eigenlijk ook uh, de maatregelen, want zij bemoeien zich ook met de maatregelen. Ook die maat, inderdaad. De QR-code en zo, dat is direct gevolg van hun, uh, van hun advies. Alleen um, in deze procedure dagvaren wij alleen maar de leden van de tijdelijke commissie. Precies. Dus dat betekent dat uh, hun zul je niet aansprakelijk kunnen stellen voor, uh, voor die, dat ethische en uh, juridische advies. Mm. Daar is de gezondheidsraad uh, en daarmee de Nederlandse staat. Aansprakelijk. Ja. Maar dat is niet alles. Um, ik denk dat hier uh, een strafrechtelijke vervolging zal moeten plaatsvinden. Dat is in dit uh, tijdsgevecht, uh, is de kans daarop uh, heel klein. Ja. We gaan een klacht neerleggen bij de ICC. Dat doen we uh, met een uh, organisatie um, die ondersteund wordt door, uh, door een aantal rabbies, maar ook door een aantal overlevenden van Auschwitz. Volgende week dinsdag gaan we dat aanbieden en dan gaan wij ook gelijk uh, die klacht neerleggen daar. Ja. Maar nogmaals, de kans dat deze mensen op dit moment vervolgd worden is minimaal. Maar de geschiedenis leert dat dit soort uh, regimes hebben een tijdelijke houdbaarheid hebben. En ja. ik denk, na de Tweede Wereldoorlog zijn er fouten gemaakt door bijvoorbeeld de rechterlijke macht, maar ook dit soort uh, instanties. Eh, niet ter verantwoording te roepen. En eh, mocht dit verhaal gaan draaien, en ik ben ervan overtuigd dat dat op een dag gaat gebeuren, ja. dan zullen deze mensen allemaal verantwoording voor hun. Ja, daden. en het is ook natuurlijk achteraf. terugrekenen is altijd makkelijker. Hè? Dus op het moment dat mensen tot het inzicht komen en ze gaan dan de. Uh, puzzelstukjes erbij zoeken. En je ziet dan hoeveel rechtszaken er zijn geweest. en hoeveel klachten er zijn ingediend bij het ICC. en wat er allemaal is nou, gebeurd. Nou, alles is in gedocumenteerd. Precies, alles klikt dan als het ware. Alles is in gedocumenteerd. Elkaar. En uh, één ding is zeker: ook die rechtelijke macht. die moet volledig uit. Uh, gemest worden. Ja. Iets anders kan je niet meer. We moeten daar gewoon helemaal opnieuw beginnen. Ja. En al dit soort nep adviesorganen die uh, hun, hun positie misbruiken om misdaden te legitimeren. Uh, uh, die, uh, ik kom hier ook tot de conclusie dat uh, hun, deze adviezen zijn niet alleen onrechtmatig. zijn, ze zijn onethisch, immoreel en crimineel. Nog heel ja. kort, uh, we zijn geloof ik bijna door de tijd alweer heen. Maar... Ja. We hebben een, al een reactie gehad uh, van Pels Rijken namens uh, de leden. Ja, dat is een hele interessante reactie. Ja, nou, ze ge geven eerst uh, ze vinden dat wij verschrikkelijke uh, beschuldigingen uiten aan de commissie. Het voert voor hem te ver om deze te weerspreken. Ik zou zeggen: van nou, doe, ze. doe een poging, begin daarmee, dan kunnen wij onze een bes besparen en onze procedure besparen. Uh, dus dat, dat vind ik wel een zwakte bot. Want je zegt, ja, het zijn uh, loze beschuldigingen, maar je gaat ze niet weer spreken. Ja. Maar het geeft geen pas dat wij de commissie ervan beschuldigen dat uh, zij miljoenen mensen, willens en wetens, hebben blootgesteld aan het risico van ernstige bijwerkingen en overlijden... zonder dat daar een aantoonbare uh, gezondheidswinst tegenover staat. Nou, ik vind het eerder, het geeft geen pas dat je zulke dingen doet. Mm -hmm. Dat dat zo is, dat hebben wij namelijk aangetoond. Ja. Um, nou, en wat de rest wat we net besproken hebben: dat, zij, dat er duizenden mensen schade hebben opgelopen, dat ze zouden zijn overleden, dat zij on, uh, onrechtmatig, immoreel en onethisch hadden hebben gehandeld en medeverantwoordelijk zijn voor de verdeeldheid en ontwrichting en dat zij misdaden tegen de menselijkheid hebben gepleegd. Dat vinden zij niet gepast dat wij die beschuldigingen uiten. Nou, volgens mij zijn het niet alleen beschuldigingen. Volgens mij hebben we heel uitgebreid onderbouwd waarom we dat vinden. Maar niet getreurd, uh, wees gerustgesteld, want de leden van de commissie die zijn volgens de landsadvocaat namelijk benoemd... op basis van de deskundigheid die nodig is tot advisering over publieke vaccinatieprogramma's. Gericht tegen COVID-19. Dus wij snappen dat waarschijnlijk gewoon niet. Nee, dat, wij zijn, wij zijn hiervoor... ontwieren waarschijnlijk de deskundigheid. Ah. Dus uh, ja, die dagvaring, ik weet niet wat we daar dan opgeschreven hebben in bijna 100 ja. pagina's. Maar dat zal dan wel allemaal nonsens zijn als ik dit lees. <laughs> En, want die commissie die baseert zich gewoon op de actuele stand van nou, de wetenschap. peer-reviewed publicaties uit wetenschappelijke tijdschriften. Op gegevens die door de registratieautoriteiten en de FDA zijn gepubliceerd bij de registratie van de vaccins. En vervolgens heeft ook nog een beraadsgroep van deskundigen de adviezen getoetst op wetenschappelijke kwaliteit en consistentie. Nou, dat vind ik helemaal uh, zorgwekkend. Kijk, en die commissie die staat onverkort achter de wetenschappelijke kwaliteit van de al dus tot stand gekomen adviezen en ziet geen reden om daarop terug te komen. Nou, daarmee doen zij de 100 pagina's onderbouwing af. Dus we ja. kunnen gerustgesteld zijn, procedure ja. kan eindigen. Niets aan de, aan de, hand. de hand. Fantastisch. Maar dat, ik, ik vraag me dat toch af, zouden zij hier nou werkelijk in geloven? Je begint bij, want ik, ik moet nu ook denken aan dat clipje, dat heb jij ook gezien, van uh, Van Haga. Die op een gegeven moment aan Rutte vraagt: Ja. Van, uh, maar realiseert hij zich eigenlijk wel dat hij misschien wel eens in de gevangenis terecht kan komen? Ja, heb je dat antwoord gezien van hem? Want, ja. hij, want hij zegt, hij heeft erover nagedacht namelijk. Ja. Want hij zegt, hij zegt niet: wat voor misdaden bedoel je dan? Dat zou ik, als ik beschuldigd word, dan zou ik zeggen: maar meneer Van Haga, wat bedoelt u dan? Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, ja, maar dat zou betekenen dat de hele Europese Raad in de gevangenis komt. Nou, dat wordt een gezellige boel. Maar, dat klopt. Ja. Die moeten allemaal in de gevangenis. Ja. En dus Het daar... wordt ook een gezellige boel, althans. Rutte weet donders goed waar hij mee bezig ja. is. Dat kan je van mij aannemen. Nou, die beraadsgroep heb ik ook even opgezocht. Die was ik nooit eerder tegengekomen. Maar ja. we hebben gekeken naar die leden. Een hele lijst weer met houten methoden van allemaal universiteiten... Um, maar die, die lijken per 1 we kunnen januari. kunnen mensen opzoeken via dit linkje wat ja, hier staat. Vanaf 1 januari zijn de meesten pas benoemd. Dus volgens mij bestaat die pas 1 januari 2020. Het lijkt erop ja. dat het nog een, een nieuw orgaan is om nog meer um, legitimiteit te geven. Ja. Maar zeggen ze, ze waarschuwen ons van mocht u toch die leden gaan dagvaren, dan maken wij aanspraak, houden we het recht voor om alle proceskosten. Uh, de reële proceskosten te vorderen. En dat wil ik even uitleggen. Normaal de rechtspraak die, uh, die wijst nooit de totale, uh, de echte kosten toe, maar altijd forfaitaire kosten. Ja. Dat, zijn gewoon, dat gaat per punt. Een veel, veel lager bedrag dan het in realiteit is. Maar dat kan, er is een mogelijkheid in de wet dat jij de echte kosten kan claimen, maar dat is bij evident kansloze zaken. Ja. Maar ja, als het een evident kansloze zaak is dan ben je in één pagina klaar, denk ik, ja. met verdedigen. Dus het kan nooit heel duur zijn dan. Nee. Als, dus je een heel, als je een heel pak moet gaan schrijven... Ja, dan is het kennelijk niet evident kansloos. Maar ik, uh, dit is een beetje geïntimideerd. Ja. En, en men wil kennelijk niet dat we die leden dagvaren. Maar het is tijd om deze mensen persoonlijk te dagvaren. Want zij zijn verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. En we ja. zien ook constant, het beleid wordt verdedigd... Door op deze mensen te wijzen, Precies. van kijk, ze hebben het gezegd, dus wij mogen dat doen. Um, ja, dat was dus de intimidatie. Dus. Ik heb nog twee korte opmerkingen ja. voordat ik ze vergeet. Want wij kunnen de linkjes naar de bronnen die ik er altijd bij zet. Niet op de Facebookpagina zetten, maar wel op de Weltsmertspagina. Dus stel dat mensen iets willen terugzoeken, klik dan even door naar de Weltsmertspagina, zou ik tegen de kijkers thuis willen zeggen. En het tweede was dat wij nog even een uh, verzoek hadden van Willem. Ja. Omdat wij uh, op de Dam kwamen wij iemand tegen tijdens een de demonstratie op, uh, op zondag, die zei dat zijn gelden zijn teruggeboekt, zijn donaties. Ja, dat was een, uh, iemand die trouw uh, uh, doneert aan ja. ons om dit soort rechtszaken te bekostigen. En uh, wij merkten al dat er eigenlijk uh, ineens onverklaarbaar uh, dat uh, ingestort is. Ja. En uh, ook mogelijk dat we vanaf donderdag ook geen uh, bankrekening tenminste niet deze bankrekening hebben. We hebben al een oplossing daarvoor. Maar wij liggen flink onder vuur. En ja. ik, uh, ja, ik voel ook dat sinds wij met deze zaak begonnen zijn... dat de aanvallen wel flink heftiger zijn geworden. Ja, ja. Um, ja we gaan gewoon door. Maar we willen iedereen oproepen... mochten uw donaties terugkomen... Ja. Laat het ons even weten. Meld dat. Ja, meld het uh, gewoon op de, bij het infoformulier of iets dergelijks. Ja, je en kan zet er dan de, even ja. bij uh, storing met donatie als onderwerp. Precies, want wij worden aan alle kanten, niet alleen onze uh, Facebook en uh, social media en YouTube, wordt allemaal uh, gecensureerd. Maar men probeert ook de bankrekening en noem maar op. Ja, en niet uh, alleen bij ons, maar bij. Uh, bij dit heel zijn veel. Russische toestanden. Hè? Ja. Dat, dit zijn dingen waar wij, uh, waar deze mensen altijd, uh, Wit-Rusland en Rusland en Poetin. Van beschuldigen. Ja. Het nou, uh, gebeurt hier ook. Dit nou in volle kracht. Ja. Maar wel onder de schijnheiligheid dat wij hier. Uh, in, gisteren was een debat in de Tweede Kamer over mensenrechten. Dan gaat het over Wit-Rusland. Ik zou zeggen, kijk even bij je voordeur wat ja. daar allemaal gebeurt nou, dan, voordat uh, je daar, het over Wit-Rusland gaat hebben. Daar kan je nog een hele hoop debatjes over voeren. Ja. Nou, dat was het voor deze week. Ja, we hebben toch weer een hele hoop uh, te bespreken gehad. Maar ja. uh, ik ben uh, blij dat dit, uh, dat dit. We hebben nu een mooi uh, rond... Cirkeltje. Ja. En, en wat gaan we eigenlijk doen vanaf volgende week? Nou, volgende week wil ik nog. Um, ik heb namelijk ook alle Tweede Kamerdebatten uitgespitst. En gekeken ja. hoe is dat debat nou verlopen. En dat is zo'n vreemde dynamiek zit in dat debat. Je ziet dat is geen natuurlijk verloop. Ja. En dat wil ik uh, gaan laten zien. Uh, hoe dat gegaan is. Interessant. Ja. Nou, ik kijk er naar uit. Goed, dank louise Dankjewel Jeroen. Tot volgende week. Tot volgende week.